Hey, ben je op zoek naar een inloopdouche? Ik zal je kort vertellen waar je op moet letten. Dat is in de eerste plaats de breedtemaat. Je badkamer heeft een bepaalde afmeting. Dus je kunt ook maar zoveel kwijt aan een breedtemaat van een inloopdouche. Is dit 90 centimeter, is het 100 centimeter bijvoorbeeld, of 120 centimeter. We hebben een hele brede range op de site staan. Maar heb je bijvoorbeeld maatwerk nodig, dat kan ook. Als je de breedtemaat hebt bepaald, ga je naar de hoogte. Dat is belangrijk om te weten hoe hoog de inloopdouche kan zijn. Hoe hoog is jouw badkamer? Meestal is die 240 centimeter hoog. In de nieuwbouwwoning is dat 260 centimeter hoog. Nou, heb je de hoogte bepaald, kun je eens kijken van wat voor glassoort wil ik. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit helder glas, gematteerd glas, een inloopdouche met een decostrip erin, is allemaal mogelijk. Stel je kiest voor rookglas, dan moet je afvragen, vind ik dat nu mooi en vind ik het over 2 jaar nog mooi. Die inloopdouche gaat vermoedelijk 8 tot 10 jaar mee, maar het is gewoon goed om te overwegen, van, vind ik het nu mooi als ik het zie. En vind ik het over 2 jaar nog mooi of moet ik gewoon weer helder glas kiezen. Wanneer je de glassoort hebt bepaald, kun je eens kijken naar de glasdikte. Wij krijgen wel eens vragen van, ja wat is nu beter? Ja, wat is nu beter? Het gaat erover meer van, wat is stabieler? In kwaliteit maakt het niet uit, maar hoe dikker het glas, hoe stabieler de inloopdouche. De glasdikte is bepaald, dus we gaan nu naar de profielkleur. Let er eventjes op glanzend chroom zie je van alles. En mat chroom valt dat dik mee. Als we je tip mogen geven, kijk dan eens naar het merk Frank & Co. Deze hebben inloopdouches van 10 mm dik, dus een hele stabiele inloopdouche. Allerlei glassoorten, helder glas, rookglas, gematteerd en met een decostrip. Zijn voorzien standaard van een nano-anti-kalklaag en naar voortleefbaar.